toen kreeg ik dus beelden onder mijn ogen van de week. En zullen we ze laten zien? John, kan het of niet? Mag hier weggegeven worden? Ja, maar is dat voor de jeugdige kijkers nu ook kan? Nou, ja, dat vraag ik me ook af, heel gezegd. Het nieuwe nummer heet Het is moeilijk bescheiden te blijven. Daarom heb ik je helemaal gevraagd. We zijn allebei best wel bescheiden. En we houden van een beetje zelfspot. Dus ik zing hem. Ik zeg, jongen, zou je dan een clip willen spelen? Natuurlijk, John, zegt hij. Maar ja, dat hij zo gek zou doen, dat wist ik natuurlijk ook niet. Nou, dan hebben we hem even zo gekriept dat Johan vooral heel prominent is. Ja, maar dat is ook goed. Komt hij aan. Moeilijk bescheiden te blijven. Ja. Laatst stond ik in dit plaatselijk dorpshuis en had wederom een enorm succes. Er staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Ik lig zelfs goed bij de mannen, maar dat geeft me ook al geen kick. Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Ja, la, 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 ja, la, la, la. Ja, la, 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 er staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Is gemanipuleerd. Is echt gemanipuleerd. Ja, het is allemaal gemanipuleerd. Ik ken het gewoon. Ja, is die fake dit allemaal. Hoe kijk jij hiernaar, René? Je weet toch niet wat in mijn broekje zit? Nee, daar ben ik ook niet nieuwsgierig naar. Maar volgens mij heb jij... Ja, je hebt wel je haar gefeund vanavond, zie ik, Johan. Wat zeg je? Je hebt je haar gefeund. Nee. Je broek staat zo bol. Ik... Nee, zonder dat. Maar ik mag het verhalen. Nou, zo leuk is het ook weer niet. Maar luister. Want dat is het... Dat is het probleem nummer één. Ja, ja, dat is het stokpaardje van... Nee, dat is waar die kabinetscrisis nu... Was dat hem? Ja? Dat was hem. Hey, ik heb me geschaamd en het is echt, echt verschrikkelijk. Je schaamt je dat je Nederlander bent, hè? Ja, absoluut. Maar als je nou mensen naar een songfestival... wat toch een belangrijk promotiemiddel voor je land is... dan kijk je toch wel even of ze kunnen zingen. Ja. Maar ze kunnen dus totaal niet zingen. En we zijn nu volledig overgeleverd aan dat piepkuiken... die huilenbalk, die Duncan, die met dat kutliedje gewonnen heeft... omdat hij in die circusvoorstelling een rustgevende factor was... achter een pianootje. Ja, precies. Zelfs een mee kan zingen. Het is zo'n ontzettende afgang, want je moet natuurlijk eerst kijken... en dat hele clubje eromheen, die er heel veel verstand hebben... dat magere goozetje van de Volkskrant, die heeft het ook uitgevoerd. Oh, Maas. Tjonge, jonge, jonge. Die Duncan op de Hans Horst is dat ook. Maar Duncan Loos had geschreven het nummer. Maar als je er verstand van hebt in Nederland... kijk, als je Welin of Ilse de Lange of Anouk zendt... Ja. Ja. Maar ik heb wel een nieuw format voor de tv voor een show bedacht. Nou? Dikke hork... Wacht even, John de Mol schrijft nu mee. Wat... Ja, nee. Ja. Ja? Dikke hork zoekt vriendin. Oké. Okay. Nou ja, daar komen er nog genoeg op af, hè? Dat denk ik ook. Hij staat trouwens in de behoorlijk in de schulden natuurlijk. Ja. Godverdomme. Oh. Ja. Je zag niet aankomen. Hij schrikt ook echt. En kijk, dat hoofdje, dat hoofdje. Hij valt er toch met opzet in. Je ziet hem erin duiken. Terwijl hij niet kan zinken. Maar wat jij net zei... Mijn ex hebben allemaal een hele clubs waar supporters in staat zijn om met te gaan gooien bij de buurman. Om even om het te begrijpen, dus als ik nu een plastic bekertje op het veld gooi, dan kan je al staken. Als er nu dingen op het veld worden gegooid, zoals bierbekers... Maar dat doet iedereen over. Ja. Ja, nee, maar nu is het klaar ook. Afgelopen. Reclame. Nu reclame. Ja, Steven Rock zit wel even lekker. Ja, even reclame. Ja, nee. Nee, maar een plastic bekertje, dat gebeurt overal. Nee, dat blijf je staken. Onzin. Ik vind... Plastic bekertjes, vroeger gooiden ze met flessen en met bierblikjes. Maar er zit nu ook urine in, hè, Johan? Ja. Of... Nou, ook, dat is het interessante nu, wat we nu zien gebeuren. Er is een hele grote uitbraak gaande onder wilde vogels. Ja. En dat gaat af en toe gaat dat over naar
zeg maar vossen naar... We hebben het nu net weer in Duitsland, maar ook hier in Nederland... hebben we het in zeehonden gevonden. Maar apen ook, of valt dat mee? Nee, bij apen hebben we het niet gevonden. Maar het zijn met name die roofdieren... die zeg maar dooien of zieke vogels te pakken krijgen, die opeten. En dan zie je heel vaak dat die eraan doodgaan. We hadden beelden van apen binnengekregen, die wilden laten zien. Maar ja, die komen er nu eigenlijk... Kijk hier, heeft u dat gezien, deze beelden van apen? Want het is echt wel... Heb je het gezien, René, of niet? Nee. Kijk, er komt een aap aan, die zegt... Nou, ik doe even mee. Kijk. Ja, dit hoort bij het programma, meneer Oosterhuis. Maar apen, dat is niet gevaarlijk. Dat virus wil ik ook hebben. Hij valt met een heel serieus verhaal. Die man die heeft jaren gestudeerd om alles uit te leggen. Wel, maar zijn die komt hier uit Duitsland. Wel... Datzelfde onderzoekbureau dat kan hier bij ons programmaatje. Ja, maar wij zijn het enige programma instellen. In Nederland lijkt het wel dat netjes is, volgens mij, of niet? He, dan moet je oppassen als je dat gaat roepen. Ja, nou, zal er wel wat aan de hand zijn, natuurlijk. Maar... Nou, maar ik denk dat hier ook grappen worden gemaakt... die ergens anders misschien niet oké worden gevonden. Maar hier kan iedereen... Worden echt in die kleedkamer nooit ordinaire grappen gemaakt. Ik had het laatst met Wieke nog over die zegt... Nou, het is altijd valt netjes hier. Valt wel mee. Nooit platte dingen. Nee, nooit. Nou, er worden wel eens platte dingen gezegd. Maar er is hier toch nog nooit meegemaakt dat kerels met hun vingers aan vrouwen gezeten hebben. Dat heb ik nog echt nog nooit meegemaakt. Nee, maar dat is waar. Maar nee, goed. Ja. Goed, we hebben het over die situatie heel vaak gehad. Wat net al was. Heb ik jaren geleden, misschien een andere keer. Nee, dat is waar. Toen wij het voetbalprogramma nog hadden, toen kwam ik hier zo binnenlopen voor de uitzending. Want dan waren meestal Danny Vera of zo was hier aan het oefenen. Maar dat was helemaal niemand. Nee. En toen stond er boven. Een van onze gastvrouwen zo over die leuning zo te kijken. Ja. En ik zei, hey, hallo, hoe is het? Goed, zei ze, want er stond een cameraman achter. Nee. Ja. Ja, dat heb je dan nog wel weer meegemaakt. Dat heb ik nog meegemaakt. Die cameraman maar met wederzijds goed vinden, hoor. Ja. Cameraman heb ik nooit vertrouwd. Nee. Ja. Voel je dat wel veilig? Hè? Voel je wel veilig dan op zo'n fiets? Nee, natuurlijk. Nee. Maar dan gaat hij dan, als je zo hard Ja, dat gaat wel zinnig hard, man, zo'n fiets. En mijn vrouw is bijna overhoop gereden vandaag... met twee bejaarden op zijn elektrische fiets... met een jongetje van twee voorop. Ze wisten niet hoe hard ze gingen. Ze zagen het niet. Heb jij nog een jongetje van twee? Ik heb nog een jongetje van twee. Heb jij nog een jongetje van twee? Ja, ik heb er vijf. Hoe oud ben jij dan? De tering, wat heb je allemaal in je leven uitgesproken? Hoe oud ben jij dan? Ik heb er vijf, zegt hij. Ja. Ja. Vijf kinderen heb jij? Tussen al die rechtszaken door, hè? Hoe oud ben je dan? Ik word dit jaar 55. Oké. Ja. Nou, kan. Ja. Tuurlijk. Ja, leuk, man. Ja, houd me hartstikke jong. Ja. Met opa op strap straks. Hartstikke leuk natuurlijk allemaal. Maar het gaat gevaarlijk zijn dus met die fietsen. Moeten we een beetje mee uit. Maar jij fietst dus helemaal niet meer, jongen. Dat is klaar. Nee, en ik heb, een fantastische fiets. Maar ik heb... mijn god, ze hebben ook overal een filmpje voor. Maar... Ja, maar Sam, wij wonen... heb je een helm trouwens op. Dat is goed. Ja, ja, nee, maar ik ben op een gegeven moment... toen ik een keer vleesig gevallen was, ben ik een helm gaan dragen. Ja. Maar dat doe je nu, als je nu zo... Kijk, nee. Met dildo zie ik jezelf. Ze hebben zich wel weer uitgeleefd erachter, hè? Ja. Nee. Wacht even. Nee, maar dit kan niet. Dat kan niet. Dit kan niet. Nee, nee, ik heb dat ding nooit gedragen. Nee, hier krijgt al last mee, hoor. Dit pik ik niet. Ja. Het is een beetje à la Fox, hè? Die hebben nu... hoor. Oh. Ja, hier word ik echt zo moe van. Nee, hier word ik het helemaal over semantische discussies. Echt. Ik kan wel door de knieën zakken van ellende. Door dit soort opmerkingen. Ja, dan moet je niet net doen alsof er geen stikstof gereduceerd wordt. Ja, dan moet je niet net doen alsof er geen stikstof. En dan moet je niet net doen alsof de natuur niet hersteld wordt. Luistert er überhaupt wel iemand als ik aan het woord ben in deze kamer? Hoe vaak heb ik dat wel niet gezegd? Bij kort lontje begint ze te krijgen, hè? Jawel, maar die mevrouw die heeft dadelijk veel macht in de Eerste Kamer, hè? Dus er zullen nog heel wat wetjes tegengehouden worden door de BBB. Dat zijn ook lange dagen, dat merkt je ook aan. Hè? Hier daar een kleine oprisping, dat kan ook natuurlijk. Oh. Maar ook boeren die zich aanmelden voor bijvoorbeeld een stoppersregeling. Gezondheid, denk ik. Wat was er? Ik weet het niet. Volgens mij was er iets aan boer. Van een boertje of zo. Jawel, maar je ziet aan haar, die vrouw is uitgeput.
Ja. Die heeft zich natuurlijk de tering gewerkt, helemaal in haar eentje. Ja. En die is uitgeput. Die is echt toe aan, nou, voor het eerst, aan een paar weken in jaren de VVD niet de grootste partij in Nederland. Hè? Met hele andere dingen bezig. Praat nou tegen ons, wij luisteren. Ja, als jullie luisteren. Hij is altijd met... hij belt, hij mailt, hij Facebookt, hij twittert, hij kijkt naar onderbroek. Hij is van alles bezig, maar behalve met wat jij had verteld. Vindt gast aan de bar, vindt hij een tikje overdreven. Ja, ik wil wel gaan. Maar deze zijn echt leuk. Kijk, er staan de gezichten ook nog op. Ja. Op jou. Kijk, jij ging op een gegeven moment zingen. Ja. Maar dat was niet goed. Nee, dat weet ik ook wel. Ja. Het was een beetje alsof jij op bezoek was bij je seniele opa. En dat ze dan samen... Dat kon echt niet. Maar dat was toch leuk, man? Dat voor kan niemand hem afpakken. Voor wie was het leuk dan? Ja, voor jullie niet waarschijnlijk, nee, maar voor mij wel. Dan pakken ze het nooit meer af. Nee, ik heb het niet. Kijk, daar gaan ze. Waarop een kerk, een kar met baard. Een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets. Maar het is waar ik geboren ben. Heel langs het kruipad van mijn vader. Gaat lekker, Harry. Zag ik de hoge bomen. Zelfs die mensen daar hadden nog nooit zo erg mee. Nee! Nee, maar dit... Kijk, René zegt altijd, je hebt maar één leventje. En nou kun je het beste zoveel mogelijk uithalen. Dus toen ik was er voor showbeurt.com, dat platform voor sprekers en artiesten. Wil je het doen? Zullen we het doen? Want ze zitten altijd met dat koffertje. Ja, de mensen worden thuis onrustig. Altijd een lekker easy toy dingetje uit, joh. Ja, kijk, schelen. Kun je het opblazen? Jullie mogen kiezen. Jullie mogen kiezen. Dat is het dan. Nee. Nou, jullie mogen kiezen, links of rechts? Ik zou zeggen links. Ja, links. Links. Het is wel niet van een foto. Hey, jongens. Jammer dat Gerard Joling er niet is. Ja. Als mensen echt stout, hier als een wielrechter zit op. Naast je. Als schone goochelaar, man. Kijk. Wat is dit allemaal, joh? Jongens. Zijn er nog vrijwilligers? Stouw. Nee, nou, maar ja. Ik doe er nou maar een duif uit. Nee, maar ik heb nog een serieuze. Ja, dit was een leuke aanleiding. Ja, hij is los. Eigen show voor Chris binnenkort. Ja, natuurlijk. Eén soap. Ja, een soap gewoon. Mitchell aan de Maas. Chris aan de Maas. Ja, niet zoals... Hey Ben, heb je wel zaad gedoneerd? Nee. Nee? Niet. Hoezo? Nee, maar er is veel te koud, dat zaad van Ben. Ja, nee, kom op, hoezo? Dat zwemt niet meer. Nou ja, dat schijnt te duur te zijn. De BTW is te hoog. BTW moet omlaag van het sperma. Dat ja, maar je, je krijgt er maar een paar tientjes voor. Ja, het schiet niet op. Dan sta je de tering te rukken voor een paar tientjes. Ja, maar daar houden ze ook mee bezig bij D66, zag ik. Ik vind ze ook belangrijk. Hè? Jij was gedoneerd? Nee. Niet dat nee. Je weet. Nou, ik heb zat gedoneerd, maar dat werd niet opgeslagen. Nee, dat was meteen verloren. Dat was meteen verloren. Best wel zonde eigenlijk, als je hoort wat het op kan leveren. Doodzonde. Ja, heb ik het nooit ervaren. Nee. En Ben... We hebben nog wel eens in een bedje gelegen naast elkaar, hè? Hè? Ja, nee, doe niet. Nee, ja, oké, okay, ik vertel het niet. Daar niet komen, nee. Nee, daar niet. Nee, dan poepen buiten de tent, niet. Een bedje, nee. Nee, leuk trouwens, goed nieuws. Want onlangs hondje overleden, klein hondje toch, voor jou? Ik had een andere hond, heb ik weer. Ja, klein hondje teruggenomen, klein hondje, zag ik. Hij is groot, man. Klein hondje. Ja. Nieuwe hond voor René. Wat is dit, man, zeg? Wat is dit? Nou, ik zou je vertellen, nee. Ben, stop even. Even een seconde. Nee, deze hond heeft 2 jaar bij een gezin geleefd. Toen ging dat gezin kleiner wonen. Ja, dan kan je hem niet meenemen. Toen heeft hij 3 jaar in een asiel gezeten. Ja? En na 3 jaar in Spanje word je uit een asiel afgemaakt. Oh. Toen werd hij eigenlijk naar zo'n ding gebracht om afgemaakt te worden. Ja. Toen heeft een man die daar werkte, heeft weer een asiel gebeld. Wat hij kon, wat meer een hondenopvang is. En hij zegt, ik heb zo'n mooie hond hier, die ga ik echt niet afmaken. Zou jij hem nou? Dus zij hem gaan halen. Toen heeft hij weer 3 jaar in die hondenopvangcentrum gezeten, omdat niemand hem wilde hebben. Nee. Omdat hij te groot is. Nou ja, je moet wel redelijk ruimte hebben. Hij is nu 8.
En mijn vrouw was... Groeit die nog of niet? Nee, ja. Mijn vrouw was wezen kijken in dat hondenopvangcentrum... en die week aan mijn kop zeuren. Ja, zo'n hond moet onder zijn laatste jaren nog gewoon in een gezin kunnen leven. Ik zei, nou, haal hem op. Nou ja, met de koninginnedag kunnen de kinderen erop rijden. Ja. Dus dat is... ja. Dus dat is allemaal goed. Het is geen hond om in bed te laten. Nee, dat niet. Maar het is een lief wezen. Ik probeer me voorstellen als ze nog een keer bij jou inbreken... en ze staan tegen die hond te kijken, zo, weet je wel. Hallo, zeg. Niks mis mee. Nee, je moet die hond gewoon een Rolex omdoen. Ja, kom eens niet aan, hoor. Je kan niet meer aan tafel eten, hè. Ik sta zo te eten tegenwoordig. Hij zit hier. Laten we wel zijn... We zitten nu nou niet tegen hem. Nee, hij is met hele andere dingen bezig. Praat nou tegen ons. Wij luisteren. Ja, als jullie luisteren. Hij is altijd met... hij belt, hij mailt, hij Facebookt, hij twittert, hij kijkt naar onderbroek. Hij is met van alles bezig, maar boven met wat jij had verteld. Vindt gast aan de bar, vindt hij een tikje overdreven. Ja, ik wil wel gaan. Maar deze zijn echt leuk. Kijk, er staan de gezichten ook nog op. Die zijn echt goed, deze. Die zijn leuk. Die zijn leuk, hè? Voor je man, toch leuk deze? Ja, voor mijn zoon. Oh, jij kan ook in je zoon. Doe hem even over je hoofd en hou je bek. Nou, laat ik dat nou niet doen. Ik zit nog even naar die onderbroeken te kijken, maar er staan ook gewoon kaarsen op. Kijk hier, er staan allemaal kaarsen op. Hier. Dat is echt over nagedacht. Hier, microfoontje en een kaars staat er ook gewoon op. Dus mensen die het nu ik bestellen... Ik mag daar geen enkel bezwaar tegen. Nee, dat zou ik net zeggen. Gewoon via de Vandaag in Zijdshop. Het gaat echt niet lekker. Goed. Nee, het gaat echt niet goed. Okay, nee, dan wil je even de afkondiging doen? Ja, dat doen we. Ik voel me echt heel slecht. Oh. Nou. Nee, dit was René. Het. Hij heeft zijn telefoontje. Doe even 112. Ja. Oh. Ik ga even bellen. Ik ga bellen. Ik voel me echt slecht. Ja. Is er iemand die mond-op-mond beademing wil doen? Ja, ik voel me echt niet goed. Echt niet goed, nee. Nou, morgen zijn we er weer. Van 8:30 tot 14:30. Volgens mij is Helen morgen er weer, toch? Ja, die is er weer bij, ja. Ja. En we hebben een seksuoloog morgen. Seksuoloog? Ja. Dan wordt hij weer wakker, hoor. We hebben Ruud de Wild in een bed. Niet aan de barber in een bed. Oh, hè. Nou, tot morgen dan maar. Doei, doei.